Ik heb een brief gehad van de wethouder. Oké. Ja, schriftelijke reactie. Van tevoren zijn ingelicht en zo. Ja, oké. Okay. Dat is niet waar. Ja. Jij gaat zo nu het woord voeren. Ja. Dan vind ik het fijn om jou even een zinnetje te geven. Dat we dat op een afstandje ook mee kunnen doen. Daar gaan ze bezuinigen op allerlei dingen van sport en cultuur. En voorzieningen voor mensen die het wat moeilijker hebben in de samenleving. En aan zo'n project worden dus miljoenen besteed. Maar een project waar eigenlijk niemand op zit te wachten. En waar niemand op dit moment in ieder geval het echte belang van inziet. Dus de grote vraag is van, als je hier al iets gaat doen, moet dat op dit moment die de gemeente weer schulden heeft. Zijn er geen prioriteiten? Het is vandaag 1 oktober en per 1 oktober is de huur opgezegd aan de mensen die hier hun tuintjes hebben. Omdat onze wethouder van de gemeente Sittard Geleen en het college hier graag een droge gracht willen leggen. Dus een kuil met een ingezaaid bloembed zonder water die dan als wateropvang of vervang de kant moet dienen. En vanwege die droge gracht moet eigenlijk dit achter u moet verdwijnen. Ja, precies. Terwijl die droge gracht, dat die er ooit is geweest, dat is een aanname. Dat hebben ze uit tranchonkaarten opgemaakt. Maar wat hier ligt, is echt, wij hebben dat in gegevens gevonden in het stadsarchief. Deze tuinenstructuur bestaat hier al sinds 1806. En dat gaan ze weghalen om een gracht hier na te maken. Terwijl ze bestaande structuren weg gaan halen. Dat is doodzonde. Ja, ik ga je